355.000 euro, dat is wat je vandaag gemiddeld betaalt voor een huis in Vlaanderen. 280.000 euro voor een appartementje. Welk jong koppel kan zoiets nog betalen? Dat is gewoon onmogelijk geworden als je niet heel veel steun kunt krijgen van je ouders. En dus wie vandaag op zoek is naar een huis, die heeft de keuze, oftewel iets dat afgewerkt is en daardoor veel te duur is, oftewel iets wat niet afgewerkt is en daar nog in gewerkt moet worden en daardoor ook veel te duur is. En dus moeten heel veel jonge mensen vandaag die droom voor hun eigen huis opbergen en verder gaan op de huurmarkt. Maar ook daar betaalt u vandaag blauw. 1000 euro voor een appartementje is helemaal geen uitzondering niet meer. In al onze buurlanden dalen de huizenprijzen. En hier in Vlaanderen, hier stijgen ze. En deze regering die laat dat gewoon gebeuren. Het eigenaarschap in Vlaanderen is in internationaal perspectief wel zeer hoog, 72%. Dus dat is, zorgt eigenlijk ook wel voor een stabiele en goed presterende woningmarkt. Het is wel een beetje onwezenlijk, hè? Kopen wordt onbetaalbaar. Huren wordt onbetaalbaar. En voor sociaal wonen hebben we de langste wachtlijst ooit. En wat komt u hier dan in het parlement zeggen tegen al die mensen die dat daar problemen mee hebben? Wij hebben in Vlaanderen een goed presterende woonmarkt. Een goed presterende woonmarkt waar niemand het nog kan betalen om een huis te kopen of te huren. En als ik u moet geloven, meneer de minister, hebben wij zelfs een goed presterende minister van Wonen, hoewel dat die heel die zaak gewoon op zijn beloop laat. Dus meneer de minister, jullie laten effectief de markt spelen. Dat is een ideologische keuze. Maar het gevolg daarvan is dat het feit dat in Vlaanderen zoveel mensen een eigen huis hebben, dat dan niet lang niet meer zal duren. Omdat het gewoon onbetaalbaar wordt voor jonge mensen om zo'n huis nog te kopen, om nog een appartement te kopen. En als jullie niet zelf gaan ingrijpen, gaan zorgen dat er meer betaalbare woningen gebouwd worden, zelf eventueel als overheid betaalbare woningen gaan bouwen, dan gaan we die prijzen echt niet naar beneden krijgen.